Geen dak, geen publiek en ook geen wind. Dit is ook maar op deze zaterdag de 17e oktober 2020. Spelers van VVV zijn op het veld. En de spelers van AZ wachten de countdown niet af en lopen alvast binnen. Met opstelling Bruno Martins Indy. Hij dus voor het eerst sinds 27 april 2014 weer bezig met een eredivisiewedstrijd. Toen won hij met 5-1 met Feyenoord van Cambuur. Jordi Klaas die bijvoorbeeld bij Feyenoord ook nog speelde destijds. Steenks terug na een schorsing. Carlsson. Hij speelt mee. Zoals hij dat vorige week tegen Sparta ook deed. Toen vanaf de rechterkant komend. Waar Verhulst zijn eredivisie basisdebuut maakt. Hij mocht natuurlijk al invallen in die wedstrijd tegen Sparta. Naar die rode kaart van Bizot. Maar Christian Baks, de scheidsrechter, is Koopmeiners. En Koen zijn de aanvoerders. Dat twee ploegen in evenwicht. Met hier de opstelling van VVV van Krooi in het doel. Omdat Kirschbaum nog niet is hersteld. Zwinkel speelt met Koen centraal achterin. Gelmi speelt op het middenveld. Zal een beetje Dani de Wit in de weg moeten lopen. Waar Danny Post normaal gesproken daar op die positie staat. Maar die ook nog geblesseerd. En de andere van Krooi speelt weer voorin. Nu links voorin. Speelde vorige week op het middenveld. Niet veel toeschouwers, maar ja, wat er zit, dat mag er zijn. Frank de Boer, de bondscoach. Achterin en die valt zomaar binnen. De voorsprong is er al heel vroeg in de wedstrijd. Anderhalf minuut gespeeld, Carlsson met de 1-0. Dat is een vlotte. Dat is een hele vlotte. Lekker voor zijn rechter. En dan reageert Van Krooi wat te laat en is hij ook niet overtuigend met het strekken van zijn arm. Maché staat druk zettend op Koopmeiners. En dat levert VVV balbezit op. Maché. Goede sluiting van Mitchell en de overname Stenks. Boadou in de loop. Krijgt hem goed mee en de 16 in Boadou voor de volgende kans en die in het zijn. Ja, de bedoeling was eigenlijk in deze wedstrijd dat VVV in de omschakeling gevaarlijk zou zijn. In deze situatie is het AZ in de omschakeling gevaarlijk met Stenks en met Boadou. Boadou. Carlsson is erbij in de 16. De Witte ook en hier de ruimte voor Stenks de langste dan met rechts uithalen. En dit is een knappe redding van Van Krooi. Minder vaart in dat schot dan je mag verwachten als hij met links afdrukt. Maar het schot van Stenks gepareerd door Delano van Krooi. Carlsson. Het wordt al steeds duidelijker waarom dat AZ met het schot van Carlsson totaal niet in paniek was op het moment dat Idrissi vertrok. Want de opvolger hoeven we niet te halen. Die hebben we al. Dat was deze Carlsson. Mitje. Goeie actie samen met Stenks in één keer doorspelen. Mitje, een paar spelers in de achtervolging. Machas, of Meshes, met zijn volgende overtreding. En dat levert hem meteen geel op ook. Koopmeiners. In de muur, ja. We hebben de hand van Lindhorst. Die heeft hij nog eenmaal. Dat hij eraan kwam achter, laat geen twijfel. We gaan gewoon door. Prima. Svensson. Mitchell. Koopmeiners, lekkere bal, Svensson, kopbal, Stenks, meenemen, scoren. Ja, ja. Prima goal. Kelvin Stenks, 24e minuut, 2-0. Mooie aanval. Naar het weglopen van Svensson. Meenemen. Ja, lekker voor de linker. Geen hou aan voor Delano van Krooi.
nu 2-0 voor AZ. Doetje van Mitsjeu richting Van Krooi. Karlsson, Wijndal. Karlsson naar buiten. En dus is er hier wat ruimte voor Wijndal om iets te verzinnen. Schot met rechts. Martens in die. Svensson gaat weer. Stenks in één keer door. Nee, het gaat aan de andere kant. Want ook Boadou zoekt daar de diepte. Dat komt tussen. En Sjesh. En bal verlies. Drie man. Stenks om het uit te spelen. Karlsson in één keer doorschieten. En Van Krooi krijgt het goed naar de zijkant. Lewin. Stenks. Mitsjeu. Karlsson. En daar Boadou. Ja. Hij heeft over het algemeen wel erg veel kansen nodig om goals te maken. Dat is ook zijn schouder ook volgens mij. Goeie bal van Martens Indy. Wijndal. Boadou terugleggen. Stenks. Redelijk recht op Van Krooi af. Iets te weinig. Richting gegeven aan die bal. Richting de hoek. De Wit. En Sjesh. Svensson. En de overtreding is daar. De kaart die volgt is rood. Ja, AZ en een wedstrijd uitspelen met 11 man. Dat is dit seizoen best ingewikkeld. Hoe zwaar is deze overtreding van Svensson? Ja, misschien omdat hij doorglijdt met zijn tweede been. Dat er de zaken niet rooskleuriger op maakt. Torino Hunter komt in de ploeg voor Kelmi. Daar met de eerste overtreding die hij maakt. En dat is meteen geel. Nou, dat is nog niet het record van Hanska Junior. Die heeft volgens mij nog steeds het record van snelste gele kaart in de Eredivisie op zijn naam. Dat was volgens mij na 3 seconden. In ieder geval binnen het minuut. Gele kaart voor Torino Hunter. Lindhorst. Kom. Van Krooi. Dit is bal voor. Is slecht van John. En dit schot is ook niet verkeerd van Smits. Dan zie je dat de backs wat meer durven ook bij VVV logischerwijs. Dat schot van de linksback. Wel lekker genomen, hè. Sjesh gaat eraf. En Tjordic is zijn vervanger. Karlsson eraf. Hatsidiakos erop. Dat mag je een defensieve wissel noemen. John. Dekker. Smits en Lindhorst. Mag VVV weer wat proberen te verzinnen. Dekker. Joshua John. Drie man in de 16 van VVV. Stuk of 6 van AZ. Lindhorst of die bal voor bij Verhulst. En van benen moest maken richting tweede paal. Want Giacomakis was in de buurt. En deze bal voor. Toch knap gegeven. En dan wegwerken. Prima van Lewin. Wijndal. Stenks. De Wit en Boadou zijn aanspeelbaar. En Wijndal is dat ook. Die krijgt die bal hier. Terug Stenks. Mitsjeu voor het schot. Ja, veel hoogtepunten kent deze tweede helft tot nu toe niet.
Koen. Arias. Schieten. Arias. Geplaatste bal. En daar moet Obi Verhulst nog even naar de hoek. Bal door het 16 meter gebied. Hier Arias. Goed neergelegd en een goal. Ja. Lindhorst, het staat 2-1. In de 86e minuut. Met deze corner. En dan is het Arias die de bal hier bij Van Krooi brengt. En daar het inkoppen van Lindhorst. En dus is het 2-1. Weer weggekopt. En weer Van Krooi. En daar Van Dijk met wat ruimte. En daar Arias. Dat is een heerlijke rommelaar. En die schiet hem net naast. Maar er zat nog wel een AZ eraan. En dus een corner voor VVV. Je wilde niet steeds over beginnen. Maar ze stonden 3-1 voor in de wedstrijd tegen Fortuna. Ze stonden 4-0 voor in de wedstrijd tegen Sparta. Ze hebben nog geen wedstrijd gewonnen. Penalty. Die bal gaat op de stip. Omdat Bruno Martins Indy de overtreding maakt. De overtreding op Giacomakis. Ze zitten met z'n tweeën aan elkaars kledij te scheuren. Boven in beeld. Ja, Giacomakis laat zich ook niet onbetuigd wat dat betreft. Giacomakis. En prima ingeschoten. Het staat 2-2. Het is niet te geloven. Maar doe het maar wel. Giacomakis. Voor hem is het de vijfde van dit seizoen. Ja, ja. Het was er weer één. Voor AZ. De vierde wedstrijd dit seizoen. Voor AZ. De vierde remise. Derde keer een rode kaart. Derde keer een redelijk relaxrijkende voorsprong uit handen gegeven.